Vandaag de dag had ik een vorige keer naar hem. Patrick was meesleurd. Dirk is een gek, jongen. Wat gaan we niet met die ratten doen? Zullen we wel zien? We zullen wel zien. Krijg je een antwoord? Hier, dat is madame. Het zit nice 2 minuten stil, jongen. Mijn been slaat. Ah. Nou begrijp ik waarom jullie wou door die chagrijnige eikels zijn. Ben je het bout nu? Een chagrijnige eikel. Timo. Nee, geen deels, hè. Hier is die mol vinden. Wat verdomme. Nee, wacht niks. Wacht, genoeg gewacht. Ik maak het kapot, man. Ferry, we moeten kapot. Leila vertelt me dat er een mol is. Iemand bij de top van Afrika. En die kon werken door de Sportex. Wow. God, denk toch niet dat Kiki voor niets tegen mij liggen? Timmer, als je snel weet dat hij een loods gebrand is. De enige dat kon weten dat ze er gaan. Loods? Welke loods? Wat voor Thomas Vee? Loods? Rustig. Wat? De mail van Nick was een test. Die informant die bestaat niet. Je melk van ons. Die melk en melk, heb je geen melk gezien? Dat komt niet van... Bullshit! Maar en echt, ik zit er voor niks tussen. Ik weet van niks, ik heb mijn mails niet gecheckt vandaag. Nee. Wat doe je gsm missen? Mijn mails staat op mijn werk gsm, die ligt bij mijn bureau. Goed, goed, maar op. Niks van liefst, hij zat is buiten. Fuck jou! Hem? We zijn te laat. Stelletje fucking prutsers, man. Godverdomme! Ik kon niet anders. Die hebben mij bij de ballen. Daarom stonden we ook bij die festivalshop. Die is dezelfde middag opgerold. Dankzij mij. We moeten nagaan. Ja hoor. En wat deed die gast dan hier aan de deur? Wij zijn undercover. Er zijn maar heel weinig mensen die daar iets van weten. En waarom zou ik anders samenwerken met die Bob? En met Peter, kom aan. Door hem ben ik jou kwijtgeraakt. Rot toch op, man. En met Lars hebben ze zeker ook niks te maken. Ze zetten hem vandaag nog op straat, hè. Ze hebben ecstasypillen gevonden in zijn kamer. Ik vind het echt zo erg. Het ging godverdomme net zo goed, man. Daar heb ik er niks mee te maken. Geef nou gewoon toe dat je hem weer laat koken. Hoe kan ik nou pillen maken als ik met de Wouter samenwerk? Ik moet me helpen beslikken en ze moet het flikken op. De grootste dealer van de Benelux. Een man van weinig woorden, maar als hij iets zegt, dan kunnen we ervan op aan. Toch? Serkan, dit is Peter. Is de beste fixer die je kent. Met een groot talent om onzichtbaar te blijven. In zijn vrije tijd gaat hij graag naar de voetbal. En hij lust wel eens een potje mosselen. Dus, nou we elkaar kennen, kunnen we zaken doen.
Tanguy Dupont, sexy drugs. Tanguy? Ja. Dat is mijn last. Die is er iets erger aan toe dan jij. Gebruiken aan zijn oogkast, nekwervels, linker oog kwijt. Verdomme! Die komt er wel door, hij zal bij bewust zijn. We kunnen hem straks ondervragen, hè. Ik ga nog met Patrick Deriks praten. Dat ken je die? Dat is mijn chef, hè. Ja? Ja? Dus je bent gestuurd om mij hier uit te halen? Uithalen? Jij bent precies vergeten dat je nog 7 jaar mocht zitten als je in contact komt met drugs. Een brandweer had niet genoeg borstels bij om al uw bollen van de straat te vegen. Ik werk in opdracht van jouw vriendjes, jongen. Vraag maar aan uw baas. Nee, dat is niet helemaal waar, hè. Jij bent een informant. Dus voor de contacten met die Turken gaan ze u niet vervolgen. Dat is allemaal goed geregeld. Maar produceren en verhandelen van 500 kilo ecstasy. Daar gaan nog een paar jaartjes bij komen. Jij denkt dat je alles weet, hè, moesnor. Ik ga Patrick Dirks naar me halen, want ik heb wat gevoelige informatie. Alleen voor zijn woordjes bestemd. Oké, wij zijn klaar hier. Chef, hoe ben jij chagrijnig? Is er iets gebeurd? Een deal is afgesprongen. Wat? Zeg, jij wilt Bob afmaken omdat hij denkt dat hij een affaire heeft met Leila, maar hij is op tijd weggegaan. Verdomme. Welkom. Pak eens met naar buiten. Krijg je die gekken op mijn dak? We zijn klaar hier. Kom, trap het af. Veel plezier, hoe stinkel. Ik kan een keer goed lachen als ik die 500 kilo bollen van u in de oven duw. Ballenjas. Niks meer van jou, hoor je mij? Helemaal niks meer. Besef jij wel wat jij gedaan hebt? Lars moet jarenlang de bak in. Nou, dan kan ik er niks meer met Bob. Kappen! Hou op! Ik wil geen woord meer horen. Dat ik nog geloofde dat jij voor ons wou zorgen, dat kan je helemaal niet. Je bent gewoon een leugenaar. Een vuile, gore egoïst. Ik wil jou nooit meer zien. Blijf met je poten van mij af. Ik hoop dat ze jou helemaal kapot schieten. Jouw vriendjes, de boten, maakt me niet uit wie. Hoe sneller, hoe beter. Dan zijn wij van jou af. Ik zeg jou één ding. Als jij mij of Lars ooit nog een keer lastig valt, dan schiet ik jou zelf overhoop. Nee. Je verlot? Ik ben er nooit. En het geld? €100.000. Zoals afgesproken. Het adres? Kalverstraat 4, Antwerpen. Zeker? Voor het even nieuwsgierig van 100k. Maar het is wel genoeg om mijn vriend te verhouden. Ik kon hem niet meer vertrouwen. Zit Leila bij hem? Ik zou jou Peter geven, de rest zoek je zelf maar uit. Het was me genoegen. Is
derde hier. Deze is Kalverstraat 4. Hier stoppen? Rij maar door. Oké. Ik bel hem wel en dan belt hij jou zo wel terug. Huh? Ja, oké, heel fijn. Ja. Waarom neem je nou wel op en als Daan belt niet? Oedlul. Ja, ik had mijn handen vol. Ik had mijn handen vol, je belt dan nou terug. Ja, en dan moet ik dan liegen. Ja, moet ik nou liegen? Je hebt al die jaren gelogen, ik denk niet anders dan liegen. Je belt dan terug en je zegt dat je bij een meisje zit. Dat je friet bent te halen van mijn park, verzin iets. Oké, ik bel al.